Barry is mijn grote vriend. Barry is mijn grote vriend. En ik hoop dat we hem vinden in deze aflevering. Want hij zou in dit huisje moeten zijn. Dames en heren, dit is Alan Wake, een nieuwe aflevering. En na het intro gaan wij verder op zoek naar dit in dit huisje. Want daar moet Barry zitten. En hij is best wel fors, dus hij is niet te missen. Oké, people, let's go to work. Oké, ik loop naar binnen. Focus. Waarom focussen? Daar is de auto. De auto die natuurlijk van die boerderij afkwam. Oké, we gaan naar binnen hier. Hallo? Barry? Je zit hier, Barry? Hallo? Anybody here? Barry? Barry? Holy fuck. Oké, voordat we naar hem gaan, pak je wel even die koffiekan. Koffiethermos, die moeten we altijd hebben. Wat doet die gillen, joh? Ligt die... Wacht, ik pak eerst even de spulletjes op. Is die niet buiten? Is die wel... Oké, dit is heel creepy. Barry zit hopelijk boven. Kom op! Barry zit hier! Of hij zit in die kast hier, in die kelder. Nee, ook niet. Oké, we gaan naar boven. Er zit Barry, 100%. Barry? Holy shit. Barry? Push? Wat moeten we pushen? Oh, hier. Holy fuck, bloed. I know you. You were in jail the other day. I went to the farm again for the moonshine, you know? It makes you see. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. My buddy, Danny. I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a real... Waar is Barry? Waar is Barry? Ik heb hem nodig. Hij is mijn kameraad. The best friend. Suddenly the bad guy. Who wrote this crap anyway? Oké, ik heb echt helemaal niks aan jou, weet je dat? Holy shit, is hij dood? Hallo? Holy crap, hij is gewoon dood, joh. Oké, doei. Oh. I've run through every possible course in my head. If I continue like the dark presence wants me to. Oké, worden we nou echt serieus opgesloten in deze kamer? Oh nee, ik dacht al. Wat kunnen we hier vinden? Helemaal niks. Mooi uitzichtje. Die kistje, die ja, hou je mond, televisie. Hou je mond! Investigate the cabin. Oké, we moeten onderzoeken, want als Barry hier niet zit... Oh! Holy shit. Jumpscares in die game, dat wil je niet weten, joh. Wat gebeurde er? Er ging iets kapot van... Fuck! Oh my god! Ik schrok me echt een apen. Dood jij! Let me guess. Danny, huh? Ik schrok me de apenglazuur. Oké, maakt niet uit. We zitten bij de auto. Ik kijk even hier of we hier nog wat kunnen hebben. Want hier zie ik namelijk een gasfles die we kunnen schieten. Maar ja, een manuscript. Waar? Hier is mijn manuscript. Hier zo op de grond lag die. Verstopt. Hier, kijken of hier nog wat is. Je weet maar nooit of we hier nog wat kunnen vinden. Misschien nog wel een koffiethermos kan. Hé, hey, daar beneden zit nog spullen. Misschien kunnen we daar beneden toe nog. Kunnen we niet door een deur heen of zo? Dat zou echt heel erg vet zijn. Ik hoop dat we nog naar binnen kunnen. Want dan zouden we eventueel nog naar die plek kunnen gaan. Ik weet waarschijnlijk hoe we daar kunnen komen. Let op. Kunnen we door die deur, jongens? Goh, zit die weer dicht. Alles zit altijd dicht. Moet je geloven dat het open is. Kijk hoor. Ik probeer hier even in te gaan. Ik weet niet of ik nog kan klimmen hoor. Nee, dat doet hij niet meer. Kunnen we hier erin? Oh, hier kunnen we erin. Kijk. Oké, er ligt een hert. Half dood. Nou ja, die is gewoon dood. Hebben we hier nog spulletjes? We hebben... Kijk. Een flashbang. En een flare. Oké, dat is mooi meegenomen. We kunnen even kijken wat we hierboven kunnen vinden. Ik vertrouw het sowieso niet meer dat huisje, dus ik ga zo snel mogelijk weg.
Nou, daar kunnen we niet heen. Oh, wat een creepy plekje, hoor. Ik hoor je ook iemand keihard ademen. Oké, weg hier. Doei, ik ga in de auto. We gaan weer GTA-stijl doen, jongens. We gaan lekker rijden in dit buggy. Oh, kijk uit. Oh, ik zit heel veel te dichtbij. Hey, is dat een thermoscan? Dat is een thermoscan koffietje. Die moeten we gelijk meenemen, jongens. Die liggen op een hele slimme plek daar. Maar ik heb je wel gezien, jochie. Ik neem je mee. Ik neem je mee. Je gaat bij mij op zak. Ik neem je mee. We gaan lekker rijden. Ik kan helaas niet rijden, maar ik heb geen rijbewijs. De politie is er toch niet, want die is zo rijbewijs. La 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 la. Ik neem je mee. Ik neem je mee. Ik ben een zakenman en neem je mee. Oké, we kunnen naar boven en naar rechts. Get to the farm. Ik ga kijken wat er boven is. En hier heb je ook weer een huisje. Met een auto. Ik kan hier even kijken of hier wat is. Ja, wie niet waagt, wie niet wint. Want ik zie een pijl erop. En een pijl betekent dat je de spulletjes kan halen op de plek. En zoals wij natuurlijk weten is deze game... moest vroeger een open wereld game zijn. Dus een soort GTA. Maar dat zou het verhaal een beetje verpesten. Dus hebben ze dat niet meer gedaan. Maar als je nu zulke stukken ziet zoals ik nu doe. Dat je dingen onderzoekt. Gewoon random. Waar je naartoe kan waar je wil. Dan komt dat wel in voor. Komt het wel terug, weet je wel. Van dit had een open wereld kunnen zijn. Sowieso vind ik het wel een beetje onoverzichtelijk als het zo'n grote wereld is. Want je kan overal heen. Maar dat is wel grappig dat je kan dingen kan uitzoeken, weet je wel. Oké, nou hier was alleen maar een beetje kooltjes. En daarboven wil ik ook even naartoe. Dus we nemen even gas terug. En dan gaan we hier, hoppakee. Zo. Dan gaan we even de weg volgen naar boven. Want wie weet vinden we wel iets anders. Oké. Volgens mij was er in een huisje. Ik kan me ook vergissen. Wel een auto. Oké, helemaal niks. Oké, dan rijden we gewoon dit weggetje af. En dan gaan we toch richting de farm. Want daar moeten we uiteindelijk naartoe. Daar liep Barry ook naartoe. Maar ik dacht eens dat hij in dat huisje zat. Heel vreemd. Holy. Oké, dat zijn geesten. Hier rijden we gewoon even random aan, jongens. Zo. Pets. Jongen. Huppakee. Waar is die andere? Komt u maar, waar bent u? Daar is die, daar is die. Oké, kom op, kom op, kom op, kom op. Yeah! Oké, die zijn dood. Komen er nog meer geesten, jongens? Nee. Oké, een auto, die zou ik altijd wel willen hebben, zo. Kan ik hier doorheen? Nee, natuurlijk. Natuurlijk niet. Nou, dan moeten we gaan lopen. Het is dus typisch van, ja, nu moet je uitstappen, want... Ja. Nou, eens even kijken, hoor. Ik zie een hele mooie molen daar staan. Met wieken. Holy! Oké. Oeh, goedemorgen. Hallo, 2-2. Het zijn schoonetjes. 1 shot, 1 doden. Dat zijn die kleintjes, weet je wel. Die kan je makkelijk aan, joh. Oké, ik doe nog even. Ik heb nog 10 batterijen over en 32 kogeltjes. En ik sta nu in het licht. En het licht van de laser. Zo, checkpoint reach. En dit is een hele grote farm, jongens. Ziet er wel fantastisch uit al. En is hier ergens een opening? Nee, er is geen opening. Dat betekent dat het dood loopt. Ik zie, volgens mij moeten we hier naar boven. Of hier door dat hek heen, ja. En ik denk dat we dan in de gat vallen. En dat kan maar één ding betekenen. Dat we niet meer terug kunnen. En onze tweede checkpoint is alweer neergezet. Ik ga eens kijken of we in die molen kunnen. In die prachtige molen. Nee, daar kunnen we niet in. Helaas. De molen is gesloten voor mensen met zaklampjes. Die eigenlijk niet over straat mogen alleen. Maar het gewoon doen. En als dit het level is met een concert. Dan vind ik dat echt heel tof. Maar ik zie nog een kistje. En ik heb het gevoel dat daar. In dat hokje. Misschien wel een geheimpje zit. Een klein geheimpje met een kistje. Zou het zo zijn, jongens? Zou die hierin zitten? Gewoon helemaal niks. Het is gewoon een scheidhuis waar je lekker je behoefte kan doen.
En ook niet zo'n doortrekmechanisme. Dat valt dan allemaal in een emmer of zo, weet je wel? Smerig. Oeh! Wat? Skeletten? Nee, wat de hel? Wat de hel? Er komen skeletten uit de grond. Oké, één skelet is dood. Volgende. Er komen meer skeletten! Au, 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 au. De bottenkrakers, jongens, de bottenkrakers. Zo, nog een skelet, nog een skelet. Waar zit hij, waar zit hij, waar zit hij? De bottenkrakers. Er komen gewoon botten uit de grond, jongens. Wauw, dat is wel echt heel vet gedaan, hoor. Creepy, joh. Oké, dat betekent, loop nooit op een begraafplaats in Hello Wake. Dan weet je dat er iets ergs kan gebeuren. Oké, waar kunnen we die spullen halen? Die speciale spullen zullen hier ergens verstopt liggen, denk ik. En anders moeten we gewoon... Ja, we gaan gewoon verder, jongens. We kunnen niet te veel gaan hangen hier. Nee, geen spulletjes, hè? Oh, kijk eens. Hier naar binnen misschien. Hallo, mensen. Een mooie hooibaaltje zie ik. En een bedje. En kunnen we wat hiermee? Daar kunnen we helemaal niks mee, jongens. Het is gewoon zo'n dode, saaie kamer. Misschien kunnen we op die hooibalen... Nee. Kunnen we wel hier opklimmen? Nee, ook niet. Zit hier onder niks? Nee. Nou, zit er echt niks? Is dit een pointless room? Nou, dit is een pointless room. Oké. Hier gaan we dus gewoon uit. Dat kan af en toe. Hè. Af en toe moet je in de game ook gewoon een kamer hebben die gewoon niks met zich meebrengt. Nou, dus dan gaan we verder, jongens. Die tractor... Kijk, die steen zegt wel dat je naar links moet. Nou, ik heb het even gezien. We gaan verder. Oké. Volgens mij komt daar het concert. En dat is echt een heel awesome stukje. Want dat kan ik nog herinneren van de Xbox versie. Die ik 4, 5 jaar geleden heb gespeeld. En dat is een moment wat ik niet vergeet. Omdat het gewoon heel vet was. Weet je nog in het begin van de afleveringen? Inderdaad wat hij zegt. Had je die twee rocksterren aan tafel. En nu kom je dus op de farm waar hun eigenlijk woonden. Zo, kijk die vuurwerk. Oh shit. Komen de bad guys. Die Phantom Stage. Oké, kom maar jongens. Ha 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 ha. Oeh shit. Oh jongens. Wacht, ik moet het goed doen nu. Yeah, kom aan. Let. Kom maar bad guy. Kom maar bad guy. Schiet je. Bats. Oké, okay, jongens, daar komt hij. Oh, nee. Juist. Oh, daar komt er nog één. Oh. Oké, dat ging iets. We moeten een andere techniek ontwikkelen. Oké. Okay. Shut up and shoot, zegt hij. Zal ik doen. Grappig liedje hoor. Oh, ze gooien ook dingen, hè? Oh! Oké, nou moeten we uitkijken, jongens. Oh, shit. Maar uitkijken, jongens. Er is ook heel weinig licht, hè? Oké, okay, flashbang. Huppakee. Ik speel echt heel slecht, hoor, jongens. Ik ga mijn best doen. Ik ga beter mijn best doen. Oké, okay, shotgun. Holy, hallo, meneer. Komt u ook even voor een shotgun vragen? Dat mag altijd, hoor. Altijd prijs, altijd prijs. Ik pak even... Oh, shit. Een grotere zaklamp. Yes. Oké, okay, jongens, we hebben een grotere zaklamp. Laten we even uitkijken, want achter mij zitten nu heel veel monsters, heb ik het gevoel. Oké, ze gooien ook van alles, hè? Kom maar niet op de stage, jongen. Kom maar niet hier. Oh shit, er komt een groter gastje. Huppakee. Klinkt een beetje op Ozzy Osbourne dit.
Oké, die is dood. Volgende. Holy Christ! Kom een bad guy, jongens. Kom een paar bad guys op me af. Holy oh, damn! Oké, okay, jongens, ik moet uitkijken. Er komen een paar op die auto, joh. Holy. Oh, yo, oh, oh, oh. Huppakee. Gooi nog een flashbangetje. Huppakee. Alsjeblieft. Volgende. Oh, shit, 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 shit. Uitkijken, uitkijken. Yeah! Volgende. Huppakee, volgende. Gooi hem een flashbangetje. Huppakee, volgende. Huppakee. Heb je nog wat? Heb je nog wat? Hier. Volgende. Oh, er komt nog meer, joh. Jeetje. Gooi nog een flashbangetje, huppakee. Of een... Oh, ik heb geen flashbangetjes meer. Er komen er heel veel op me af. Holy... Damn. Er komen echt heel veel nu, jongens. Oh, dit is niet cool. Nou moet ik echt heel uitkijken, want er komen nu echt heel veel. Kom maar, jongens. Komt u maar, komt u maar. Oké, 2-1. Volgende. Volgende. Ja. Holy Christ, wat was dat? Vuurwerk. Explosies. Dit was cool. Best wel pittig hoor. Er kwam echt heel veel op me af. That was awesome! Wright Falls, rock and roll capital of America. Cool jongens, oké, okay, ik hoop dat jullie een leuke rock video vonden. En geef vooral een groen duimpje voor Alan Wake jongens. Allemaal een groen duimpje voor Alan Wake. En tot de volgende aflevering met deze spannende serie. Doei doei!